Het lijkt een hele rustige dag in Nuenen. Maar niets is minder waar. De medewerkers van Dierenrijk zijn al druk in de weer om de voorbereidingen te treffen voor een operatie bij een van de Vicenten. Het dier heeft een infectie aan zijn oog. Spuiten, naalden. Nou, wat om schoon te maken. We gaan vandaag Vicent Plukje bevrijden van dat oog waar ze al echt een half jaar lang last van heeft. Dus ja, bij een hond of een kat zeg je nou 3 keer per dag oogzalfje daarin en dan gaat het goed. Maar als je dat tegen de dierverzorger zegt, zegt hij ja hallo, doe het zelf. Dat gaat niet bij een Vicent. Nou, we hebben het lang genoeg bekeken, geprobeerd van alles en nog wat van buitenaf op te spuiten. Maar ze blijft er last van houden en het is uiteindelijk toch ook pijnlijk. En dan moet je haar zo niet laten lopen. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan de stap nemen. We gaan haar verdoven. We gaan proberen dat oog te verwijderen. Je hebt wel een risico, maar dat moet je nemen. De Vicent is een nauwe verwant van de Amerikaanse bison. Ze leven in bossen in Oost-Europa. Ze werden met uitsterven bedreigd, maar dankzij een succesvol fokprogramma in de dierentuinen kon de Vicent weer een aantal toenemen. Ook Sjaak, collega en man van Christine, is intussen gearriveerd in Nuenen. Volgens mij hebben jullie dan koffie voor mij. We gaan dadelijk met een heel gevaarlijk middel, Immobilon heet dat, een dier ook verdoven. We gebruiken ook ander spul, maar ook Immobilon. En als we dat gebruiken, dan hebben we altijd even een protocol van hoe we dat gebruiken. Omdat daar echt niets meer verkeerd mee mag gaan. De dierenartsen gebruiken dat alleen. Dat is verder helemaal niet voor mij om dat te gebruiken. Maar het is altijd wel goed dat de omstanders even weten wat dat middel doet. Zodat we geen ongelukken krijgen. Want voor het dier zelf is het een slaapmiddel, maar voor ons is het dodelijk. Dus dat is wel een klein verschil. De grootste truc blijft toch dat hij op de pens moet gaan liggen omdat het oog aan de rechterkant zit. En zo'n grote koe, vandaar dat hij ook nuchter is, als hij op die pens ligt en dan gaat regurgiteren. Mwah. Regurgiteren, dat betekent dat die pensinhoud opeens eruit stroomt. Daar hebben ze namelijk, als ze onder verdoving zijn, geen controle meer over. En opeens kan het gebeuren dat er een golf pensvloeistof uit de neus of de mond komt. Dan kan hij wel eens een gemene longontsteking krijgen. Dus Christine moet hem ook maar vol bombarderen met antibiotica. Want daar zit eigenlijk je risico. Maar ja, aan de andere kant is de dood of de gladiolen. Want zomaar dat oog kan hij ook niet. Dus, maar je loopt vandaag een risico dat je hem verspelt. En hoe groot het risico is, dat weet ik niet. Er mag geen dobbelsteen op gooien, maar ik denk zo'n 10-20%. Daar moet je maar rekening mee houden. Meer kun je niet doen. We gaan ervan uit dat het goed gaat. Deze hebben we niet nodig voor Chris, kijk. Ja, maar ik doe dat wel liever. Of ik dit nou doe of... Het is veel makkelijker. Ik vind het allemaal goed. Dat is mijn pakje aan. Ja, goed mama. De operatie vindt plaats in de stal die omgetoverd wordt tot operatieruimte. Niet ideaal natuurlijk, maar het kan niet anders. We gaan er niet naar een OK verplaatsen. Dat is niet echt lekker makkelijk zoals met andere dieren. Waar je zegt, kom maar even mee, we gaan nu ergens anders staan. Een paard kan je vervoeren, dat gaat bij een Vicent niet lukken. Dus we gaan het gewoon ter plekke in de eigen stal doen. En dan maar zoals ze neerploft. Omdat we hebben ook niet de mogelijkheden om haar nu te draaien of zo. Die kan je wel creëren, maar ook dat kost weer heel veel tijd. Dus we willen eigenlijk zeggen, nou laat maar zo. We gaan ons aanpassen aan dat zoals het gaat. Zo ver mogelijk. We moeten aan het oog komen. En voor de rest, ja, zien we het wel. Om tijdwinst te maken, er zit het voorplein. Via het voorplein kunnen we er ook in. We zetten al die spullen daar klaar. Dus heb je alleen met één setje operatie zeker de binnenkant en dan kun je vanaf het voorplein werken, want daar ligt beton. Verder is het allemaal natte drap hier. Hey Pluk. Mag ik jouw oog zien, Jochie? Ja, dat dacht ik al. Deel 1 van de verdoving, dus ik krijg 2 pijlen geschoten, dus die ga ik even voorbereiden. En dan gaan we zien wat gebeurt. 3 cc salopine. Je kent die hoor, Jeroen. Dat is een lange buis. Niet zeuren. Ga eens naar Jeroen kijken. Plukje.
Daar zijn. Eerst moet dat spul in zijn bloed komen, dan moet het langzaam gaan werken. Hopelijk wordt hij rustig en kalmpjes aan, wordt hij suf. Je moet hem ook niet zo opgewonden maken, want dan verzet hij zich ook nog eens keer tegen de verdoving. Dus als die een beetje rustig houden, dan de tijd zal het leren. Christine, heb jij de tijd opgenomen? Ja. Het gewicht van het dier bepaalt de hoeveelheid verdoving die nodig is. Zo weet men bij benadering wanneer het dier versuft raakt. Jeroen, kun je hem weer een beetje lokken? Niet aardig, hè, van mij. Dus dan moet je op een 17 minstens zitten, Chris? Ja. En natuurlijk op de verkeerde kant, hè. Het is goed, beestje. Het is gunstig voor de pens, maar het is niet gunstig om te opereren. Het is tijdens de operatie van groot belang dat de Vicent onder narcose blijft. Het dier moet onder controle blijven tijdens het snijden. Sjaak doet vandaag de operatie. Zijn vrouw Christine de anesthesie. Ik opereer en zij houdt het dier in de gaten en de narcose in de gaten en zorgt ervoor dat hij zojuist de medicijnen krijgt. Dat kun je beter met z'n tweeën doen, anders duurt het eindeloos lang. En aangezien ik ook de verantwoordelijkheid hier in het Dierenrijk Europa heb, net als in het safaripark, is het vrij logisch dat we elkaar dan ondersteunen. Omgekeerd gebeurt het ook wel eens dat Christine mij komt helpen als ik een grote klus heb. Ik loop je even door. Hij reageert behoorlijk hoor, dus je moet straks wel degelijk toch wat iemand won in. Ja, zeker. Ik zie het wel. Om het oog goed te kunnen verwijderen, wordt er eerst om de oogleden gesneden. Hierdoor ontstaat er extra ruimte. Zak. Ja, dat valt niet mee, maar anders zie ik gaan barsten. Nou, niet schrik als het straks gaat bloeden. 20 cc antisedan is genoeg, hè? Ze gaat bewegen, lieve schatten. Ja, het is niet anders. Wat wil je hebben? Half ze zeker ketamine? Hou hem tegen, hou hem tegen. Hou vast. Wil je een half cc ketamine? Ja, dat mag ook. Hij begint aan. Ja, dat mag wel. Stop mijn half cc ketamine in en zorg ervoor dat je niet omkukelt. Iets in het licht. Jeroen, ga je deze even vasthouden van me? Ja, dat begint niet wel, hè. Wij trekken het zo wel hoor. Even uit het licht, ja, dank je. Ja. Ik heb de half cc ketamine intraveneus in de spuit, maar ik doe hem niet erin. Nee, dat is goed. Dus je zegt maar als je hem nodig hebt. Als we hem nodig hebben, geven wij veel. Maar dan slaat er eieren. Hij komt wat dichter wel. Dat was het ook. Moet het potje even open, jongens. Nu Plukje zonder rechteroog verder moet, gaat Sjaak er wel voor zorgen dat ze er nog toonbaar uitziet. Maar de bedoeling is dat het oog een beetje vol blijft.
dan is het een wat fraaie gezicht. Jongens, we gaan het opruimen, alles eruit. Christine spuit hem bij, stroopbalen eruit. Zuurstofslang kan er zometeen uit. Jodiumspray erop. Dit is een nieuw oog. Ja, merci. Kun je dicht trekken. Dan heb ik wel het liefst dat er ook iemand daar staat. Oké, klaar. Oké, duur van dicht? Ja. En dan moeten we maar zo min mogelijk storen. Alleen nabehandelen met antibiotica en dan leeft ze nog langer gelukkig. Ziet er goed uit. En in het land te blind is één afkomen. Ja?